Goedemorgen, welkom bij deze video. Ik ben Marlize en vandaag ga ik laten zien wat ik allemaal op een dag eet. Het is wel lang geleden dat ik een eetdagboekje heb gefilmd en met alle voornemens van het nieuwjaar dacht ik dat het was goed om te laten zien hoe ik een beetje dat probeer te variëren en te doen. Ik heb het ook allemaal uitgepland, dus dat is eigenlijk wel wat ik nu een beetje heb opgepakt, dat ik iedere keer alles uit ben. Dus ja, ik ga het gewoon laten zien. We beginnen met ontbijt. Het is nu iets over 7:30, eigenlijk een beetje aan de late kant. Ik dacht altijd dat een smoothie, omdat het nu is, klaar is voordat ik in de mee kom. Maar ik moet nog een beetje terug in de fit komen. Het is de tweede dag van het nieuwe jaar, dus ja. Give yourself some slack. Dus ik ga nu lekker een smoothie maken en dan ga ik het eventjes aan jullie laten zien. Kindjes zijn naar school, alles is een soort van ready to go, dus ik ga mijn lunch maken, want ik eet mijn lunch op mijn werk. En dat is eigenlijk een vrij standaard principe, ik eet altijd eierensla, en dat is ongeveer de enige sla. Oké, dat vind ik ook lekker, en rucola vind ik echt niet zo heel erg lekker. Dus het meest praktische voor mij is altijd gewoon een krop eierensla, en daar doe ik dan een proteïne bij, dus het kan vlees zijn dat nog in de vriezer ligt voor een avondeten bijvoorbeeld. Een hamburger is overgebleven. Gisteren hadden we zalm over, dus het ligt nog in de koelkast. En dan wil ik dat niet, omdat ik dat gisteren op heb. Ik heb ook nog eieren gekookt. Maar het kan ook bijvoorbeeld een blikje tonijn zijn. Of bijvoorbeeld een kippie. Als je daar een kilo kip dinner koopt, die verdeelt in zakjes van 100 gram, kan je 10 keer kip bij je maaltijd doen. Zo probeer ik het altijd een beetje te organiseren. Ik heb nog. Ja, en ik doe zelf altijd heel graag komkommer bij. Maar je zou ook bijvoorbeeld tomaatjes of paprika of gewoon kant-en-klaar rauwkost aanvulling kunnen doen. Dus met wat je lekker vindt. Ik probeer het altijd wat simpel te houden, zeker als ik naar mijn werk moet. Dat is nobody get time for that. En dan doe ik dan een dressing overheen. En dat kan zeker salade saus zijn, dat kan gewoon mosterd zijn. Dus met waar je zin in hebt. Kan ik bijvoorbeeld een beetje olijfolie doen. Of... Nee, ik hou gewoon van heel simpel pizza's. Dat vind ik er lekker en makkelijk bij. Ja. En dan heb je toch iets wat heel erg gevuld. En nou ja, ik geloof niet dat ik ooit boven 300 calorieën weg kan op het lunch. Dus dat is altijd heel goed. Vooral omdat ik aan het einde van de avond, altijd middagavond, altijd veel meer honger heb als ochtends en middags. Dus kan ik s'avonds wat meer eten. Dat is een beetje de trick erachter. How I used to be. I always
that the love was made for me. Oh well. I was just as blue-eyed as the sky could ever be. Loving you has made me realize. I'm so tired of. Verder neem ik natuurlijk ook nog even wat tussendoortjes mee. Dus ik heb 2 appels. En wat druiven mee, dus een klein beetje. Maar ik dacht, ik krijg altijd een beetje snack als snacktrek voor ik de kinderen op was. Kan ik dan een appeltje eten en dan deze kan ik dan bij de middagpauze eten en een appeltje bij de ochtendpauze. Verder neem ik natuurlijk wat drinken mee. Ik ga niet iedere keer laten zien dat ik drinken neem, want ik drink het eigenlijk heel erg door uit een flesje. Ik probeer ongeveer 2 keer te halen. Dan drink ik misschien 1 of 2 koppen. Nou, ik denk echt maar 1 op koffie. En dat is het. Eventjes. Dus ik zie jullie naar mijn werk weer. Zo, het is nu 5 uur, we gaan het eten beginnen. Want ik wil eigenlijk om 5:15 eten te gaan, die dan een kwartier weer overstaan. Veel van mijn part, maar ik wou echt ook even deze dag af ellen. Het duurde wat langer als het gaat. Maar we eten vanavond, de overschotel met witlof. Het is gehakt, witlof, aantal schijfjes, rollenmelk en een ei. En je moet de witlof hakken, daar ben ik niet mee bezig. Dan de gehakte rode witlof erbij genieten. Dan doe je laagje aardappelschijfjes. Voorgekookt en dan de witlof mixture eroverheen. En dan weer een laagje aardappelschijfjes en dan doe je dit met de melk en het ei door de heen mieten en dat 45 minuten op 200 graden. Super easy peasy. Vorige keer vond ik het ook heel erg lekker, weet alleen niet met de kinderen van, maar die gaan het ook opeten. En ja, niet heel ongezond vind ik zelf. Lekker voor groenten. Dus lekker. Ik zie dat ik wel echt wel honger nu. En ja, voor de rest niet heel veel bijzonders op te eten. Ik ga koken nu. Ik was net het eetdagboekje aan het editen. Toen kwam ik achter dat ik nooit de vlog heb afgesloten. Dus bij deze, dat was ongeveer alles wat ik van die dag gegeten heb. Ik was zelfs eigenlijk gek genoeg gezien niet zo heel veel honger meer. Maar ik had ook best een groot gedeelte van de overschotel op. Misschien had het daar ook wel een beetje mee te maken. En ik had de dag ervoor ook al veel gegeten. Dus probeer ik altijd een beetje een balansdagje te houden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als het was, dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie in de volgende. Doei!